Welkom dames en heren bij de terugkeer van mijn Feyenoord carrière. Ik had zin om deze weer te doen. Ik doe nog wel die met Monaco, maar deze ga ik gewoon ook uploaden, want daar heb ik zin in. Die intro was misschien een beetje over de top, maar ik dacht ik probeer het een keertje, weet je wel. Plus ik vind het nummer best wel lijp. Maar in ieder geval, Feyenoord carrière, ik dacht ik doe instructies erin, want dat vinden mensen vast wel interessant. De reden dat ik dit weer doe is, ik had hier zoveel plezier mee toen ik dit kanaal begon. Begin januari geloof ik, of misschien februari. Maar één van die twee maanden, ik vond het zo leuk, weet je. Het was een Nederlandse competitie, ik haalde allemaal spelers. Jesse Rodriguez, allemaal dat soort namen, weet je. Het was echt een heel leuk team. En mensen vonden dat blijkbaar ook leuk. En ja, ik dacht, weet je, waarom niet? Dus ik doe wat transfers, weet je, waar verkoop een paar spelers hier en daar. Je ziet daar, ik verkoop, ik weet niet eens wie, want mijn scherm is heel vaag op dit moment. Maar ik haal natuurlijk één speler die ik natuurlijk eigenlijk wel moet halen. Oké, dit was geen Guidetti song, oké? Weet je, neem het me niet kwalijk, het kan gebeuren. Niet mijn schuld. Maar in ieder geval, ja, John Guidetti, weet je, ik hoor heel veel Feyenoord fans, ik zie het op forums. Wat zou er gebeuren als je Guidetti bijvoorbeeld achter Pella laat spelen? Weet je wel, dat hij de bal bijschouwt en zo. Ik dacht, ik ga het proberen. Zeker 4-4-1-1 als opstelling genomen. Guidetti speelt achter Pella bij mij. Boetius en Verhoek op de flanken. Ja, ik moet echt een nieuwe winger nog hebben. Filena, Klaasje Centraal, dat soort dingen. Immers zit niet eens op de bank, want we weten allemaal waarom. Maar goed, deze agreement komt al bijna tot einde. Als je het leuk vindt dat dit terugkeert, laat dan een like achter. Je kunt me ook volgen op Twitter, dat is @harddynastyhd. Dat is misschien wel handig voor updates, vragen en allerlei dat soort dingen. Ook moet je natuurlijk abonneren als je dat niet gedaan hebt, want dan krijg je mijn uploads in je subbox. In ieder geval, bedankt voor het kijken en let niet op mijn carrière mogen namen. En dan weer tot binnenkort. Tot ziens.